Het boek Verhoog je IQ is geschreven voor alle mensen die werken, door alle managementlagen heen. Dus van de CEO tot het meest gewone teamlid. Voor mensen die een geïnspireerde werkplek willen hebben. De voordelen van een hoge liefdesquotient is dat mensen veel wendbaarder zijn, veel flexibeler zijn, klaar zijn voor de disruptie die overal plaatsvindt, future-proof, zoals het zo mooi heet, innovatiever, creatiever. Ze hebben er gewoon veel meer zin in. Dat we onze behoeften gaan bevredigen, niet door middel van meer, meer, meer geld en meer, meer, meer status. Maar we gaan onze behoeften bevredigen op de manier waarop ze daadwerkelijk bevredigd willen worden. Namelijk door aan onze safe scene en supported te werken. Het liefdesquotient, dat ga ik zeker meenemen. Want ik vind het heel boeiend, inderdaad, het IQ en het EQ. Maar het LQ heeft vooral te maken met de verbinding met anderen. En dat is eigenlijk de basis. Via die drie S'en heel concreet is gemaakt, kan ik er ook meer mee. En dat vond ik de grote waarde. De mensen eerst en daarna het resultaat. Dat er drie niveaus zijn. Dus dat het niet alleen gaat om het EQ en IQ, maar juist ook om dat LQ, dat is de diepere behoeftes. Dat is een eye-opener voor me. Nou, ik ga met Safe, Seen en Supported, ga ik echt mee aan de slag. Ik heb een grote stapel boeken, maar deze gaat nu naar de bovenkant.